Gaat het dit seizoen goed met Excelsior? Nou nee. Er is genoeg te bespreken. En daarom in deze nieuwe Studio Kralingen de algemeen directeur Ferry de Haan en de trainer Marinus Dijkhuizen over dit seizoen. Maar we kijken ook gelijk naar volgend seizoen. Hartelijk welkom vanuit het Supporters Home voor een nieuwe Studio Kralingen. Zoals gezegd praten we met de algemeen directeur Ferry de Haan en de trainer Marinus Dijkhuizen. Ik neem aan dat jullie geen leuke paas hebben gehad, of wel? Nee, ik voelde me gisteren een beetje een aangeslagen bokser. Het was onze eerste dag vrij. We zijn doorgegaan vrijdag, zaterdag, zondag. Trainen uiteraard maandag spelen. Ja, met één puntje en dan natuurlijk met een 7-2 nederlaag in je kraag. Het was gisteren een hele vervelende dag. Wat dat betreft, Ferry, is het niet het seizoen geworden waar je van tevoren op had gehoopt. Die conclusie kunnen we inmiddels wel trekken, hè? Dat is duidelijk en een feit. Ja. Helemaal. Wat leer je van dit seizoen? Sowieso dat dingen anders moeten. Dat is heel makkelijk gezegd. Maar goed, kijk, we zijn natuurlijk vanuit het jaar van de degradatie, ben je in een kern met een bepaalde groep ook deels noodgedwongen doorgegaan. Het blijkt, en het is gewoon een feit, dat de keukenkampioendivisie vraagt toch ook wat anders. Ik vind dat we individueel goede spelers hebben nog steeds. Alleen in het totaal is het er niet uitgekomen wat we daarvan verwacht hadden. En ja, dat moet ook wel een signaal zijn om dingen anders te gaan doen. Ja, en dan is de trainer Marinus altijd de kop van Jut. Ja. Terecht? Nou, er wordt altijd gekeken naar trainen en dat is gedeeltelijk terecht. En dat hoort wel bij je vak natuurlijk, dus dat is ook geen probleem. Ik bedoel, als het goed gaat, wordt een trainer gekeken, als het minder goed gaat. Alleen het is soms inderdaad een beetje wat breder perspectief, wat moeilijk uit te leggen naar buiten toe is. Maar dat ik erop aangekeken word en daar kritiek op krijg, ja, dat is logisch. Dat is wat ik zeg, dat hoort bij het vak. Wat had je zelf anders kunnen doen tot nu toe dit jaar, om het anders? Ik zet het even te rekenen voor mezelf. Ik ben toen eind januari binnengekomen. Met bepaalde verwachtingen, met een bepaald verhaal. En eigenlijk op gevoel, het moment dat je het aardig op de rit hebt, MVV thuis, het redelijk stabiel, het voor elkaar hebben, voor ons gevoel, treedt de corona in. Dus dat was natuurlijk een heel vervelend moment. Ja, dan kom je in een rare tijd terecht, ongewis. Er gaan een aantal spelers weg, veel spelers lopen door. Ja, en dan ga je bouwen en puzzelen. En dan blijven we heel seizoen grillig. En dan is denk ik ook bij mij wel een stukje frustratie op een gegeven moment, waardoor je misschien wat gefrustreerder of kritischer richting spelers gaat. Of misschien soms zelfs in het negatieve, wat eigenlijk niet mijn aard is. Maar dat is ook de frustratie dan, omdat je wil zo graag met deze club. Dus dat is voor mij wel een aandachtspunt, vind ik. Ja. Ja, het is een zoektocht dus naar de ideale samenstelling voor het team? Ja, en die is niet gelukt. Verschillende systemen speelt. Ik denk op een aantal posities. En dat is ook zeker naar voor ons toe. Nu minder ingevuld zijn. En dan spreek ik met name voorin met een target, een spits. We hebben nu goede spitsen, maar minder een target. Dus je ziet als we onder druk worden gezet, door we moeite hebben om de lange bal te spelen, daar vast te houden en door te voetballen. Dus dat is een grote wens van ons. En ik vind dat inderdaad een echte controleerde middenveld daar bij ons al eentje die in de gaten hebt dat hij meedoet. Maar wel het cement tussen de stenen is, zeg maar. En ik denk dat we dat vanuit onszelf met het aantrekken van spelers niet goed ingevuld hebben. Dus dat zijn wel twee grote wensen die het plaatje wat beter moeten maken, zeker. Ja, Ferry, is het terecht dat de trainer altijd als kop van je het wordt aangewezen? Nee, zeker niet. Alleen ja, je weet wel hoe het werkt. En als daar geen gehoor gevonden wordt, dan wordt er naar boven gekeken. En ja, ook dat hoort er nou eenmaal bij. Ja. Dus het is een samenspel in alles. Wat merk je daarvan? Ik bedoel, het is natuurlijk geen Feyenoord hier. Dus ik bedoel, het is niet zo dat de bus wordt opgewacht bij wijze van spreken en dat soort dingen. Nee, maar goed, je bent niet doof voor de geluiden die er zijn. En alleen ja, de stand op de ranglijst geeft ook geen enkele reden om het te weerspreken. Ik bedoel, je moet wel reëel zijn. Het gaat ook niet goed. Het is ook niet wat wij vinden dat past bij Excelsior. In ieder geval bij de sportieve ambitie van de club. Dus ja, daar moet je naar luisteren. En nogmaals, het is aan ons de taak om te zorgen dat het anders gaat. En dat we dingen kunnen gaan veranderen daarmee. Dat is het allerbelangrijkste. Maar nou hoorde ik jou volgens mij van de week bij Rijnmond zeggen dat je vertrouwen had in de trainer. En als een directeur dat altijd zegt, dan maak ik me altijd een beetje zorgen. Ja. Niet alles is cliché in de voetballerij. Nee, ja, maar goed, kijk, als je het hele seizoen bekijkt, ja, natuurlijk zal er van alles aan te merken zijn op de trainer. Er zal van alles aan te merken zijn op mij. Er zal van alles aan te merken zijn op de groep. Het is dit seizoen wel een samenloop van omstandigheden. Kijk, hoe ik als directeur er naar kijk is, zijn bepaalde dingen herkenbaar. Nou, en de trainer is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt. Maar het is niet zo dat als ik zit te kijken, dat ik denk, ja,
gisteren was het A en vandaag is het weer B en overmorgen is het weer C. Er zit duidelijk wel een lijn in en een bepaalde herkenbaarheid. Ja, en dat het niet valt zoals wij willen dat het valt, ja, dat is een feit. En dat moet anders. Hoe dwing je dat af, Marinus? Is dat af te dwingen dat het valt zoals je... Ik herinner me het eerste jaar Eredivisie. Toen viel het net allemaal wel voor je in de slotfase met een doelpunt. Waardoor het gelijk werd bij wijze van spreken. Maar is dat af te dwingen? Nou ja, natuurlijk wel, want er zijn wel voorbeelden van. Maar het team moet dan wel kloppend zijn, zeg maar. We hebben best wel moeten met de hiërarchie vaker over gehad. Sander Fischer is de aanvoerder, die zit ook regelmatig op de bank. Je hebt wat minder leiding in het veld daardoor. En dan zie je met name met momenten, je zag het eigenlijk ook weer bij Cambuur. Als het even anders is en tegen zit, dan hebben we heel veel moeite om het te regelen op het veld. En dan zijn we mentaal kwetsbaar. Ja, dan gaan we onze taken die we afgesproken hebben, plannen we afgesproken hebben, meestal niet meer nakomen. Ja, en dan valt het zeg maar in duigen, zo'n wedstrijd. Ja, en dat is natuurlijk ook wel wat ontstaat tijdens zo'n seizoen. Ook die jongens doen er alles aan, teleurstellingen overheerst dan ook. Dus dat is ook menselijk. Dus dat, ja, daarom, wat Ferry al zei, we hebben best goede spelers. Maar je hebt best kans dat deze spelers ergens anders in een ander team, of de aantal die overblijven, wel goed functioneert weer met andere spelers. Dat betreft is het niet kloppend. Hebben we het niet kloppend gekregen met elkaar. Wat mij wel opviel, zeg maar, in alle competities, is dat er altijd één ploeg is in elke competitie op dit moment in het buitenland, op welk niveau ook, die stabiel is. En de ploegen daaronder is het continu stuivertje wisselen. Dat gebeurt in de keukenkampioendivisie ook, waar Cambuur heel stabiel is, maar de ploegen daaronder heel instabiel zijn. In de Eredivisie heb je Ajax dat er bovenuit schiet en de andere ploegen daaronder allemaal heel instabiel. Is dat ook een corona-dingetje of niet? Hoe moet ik dat zien? Nou, ik ben wel van mening dat geen publiek in de stadions dat absoluut van invloed is. Of het voor club A, B of C positief of negatief uitpakt, dat zou je toch nooit weten. Ik denk wel dat het van invloed is. Zeker op momenten dat het misschien wat minder gaat en ze gaan erachter staan en proberen je toch te stimuleren. Werkt dat vaak wel bevorderend tot waar het is. Als je het hebt over stabiliteit, dat is ook ons grootste probleem. Ik bedoel, wij kunnen hele goede momenten in een wedstrijd gewoon echt afwisselen met momenten dat je echt denkt, ja, hoe is dit in godsnaam mogelijk? En dat is wel het grootste probleem. Ik vind dat heel veel wedstrijden ons absoluut een resultaat had op kunnen leveren. Maar ja, we zijn er wel zelf verantwoordelijk voor dat het niet zo is. En dat is denk ik ook zeker de frustratie waar de trainer het over heeft. Die we allemaal hebben. Dus ook de mensen buiten het veld. Ja, zo doorgaan is geen optie, zeg je in het nieuwe Excelsior magazine. Met andere woorden, de bezem er doorheen? Ja, dat zijn hele populistische teksten. Nou ja, maar, goed, we zijn in deze tijd van populisme natuurlijk. Nee, ja, maar goed, kijk, als je begint bij de selectie, ja, daar word je door de aflopende contracten in staat gesteld om andere dingen te gaan doen. In ieder geval andere spelers aan te gaan trekken met een iets ander karakter daarin, waarvan we even gezegd hebben, dan maar 5% minder kwaliteit, maar misschien 10% meer bereidheid op sommige posities. Ik denk dat dat de behoefte is die de club nodig heeft. Dus daar gaan we ook absoluut naar zoeken. En in de randvoorwaarden zullen we ook proberen verder door te pakken en te faciliteren om meer aan te gaan bieden en de spelers nog beter te gaan maken. Ja, hoe lastig waren de gesprekken met Sander Fischer en Luigi Bruins en André Hoekstra? Nee, goed, met Luigi hebben we voorzichtige gesprekken. Die vroeg ook zelf waar hij aan toe was. Hebben we ook aangegeven dat wij dingen willen gaan veranderen. Ook hoe hij zelf naar zijn toekomst keek. Uiteindelijk heeft Luigi de keuze gemaakt om daarin ook te stoppen. Nou, bij Sander hebben we ook aangegeven dat het perspectief wat hem betreft er niet beter op zou worden. Dus op basis daarvan heeft hij ook zelf besloten voor een maatschappelijke carrière te gaan. Ja, en bij André na 22 jaar, ja, dat is nooit leuk en helemaal niet makkelijk. Maar ook daarin vinden wij als club wel binnen de staf dat je de spelers op een andere manier moet gaan benaderen. En dat geldt voor de totale staf. Nou, dan kijk je naar de poppetjes en de functies die er zijn. En vind je ook wel dat daar eigenlijk iemand tussen moet gaan komen die wat dichter bij de groep gaat staan. En ook de taal van de tegenwoordige spelersgroep weet te spreken. Nou, daar hebben we het met André over gehad. Eigenlijk voor de winter al voorzichtig ook gesproken. Ook hoe we als club naar de toekomst kijken. Maar dat André een man is die bij het meubilair hoort en past, ja, dat is een feit. En des te pijnlijker dat we die beslissing hebben genomen. Ja, voordat we zo meteen over de toekomst gaan praten. Marinus, hoe gaan die laatste weken eruit zien? Hoe gaat dat dan? Want je weet dat een groot aantal spelers afscheid neemt. Je hebt nu een assistenttrainer die aan het einde van het seizoen vertrekt. Hoe manage je dit? Ja, dat is wel interessant. En dan merk je wel dat je gelukkig ervaren bent. Maar eigenlijk heel het seizoen al, ondanks de resultaten, is de samenwerking tussen speler en technisch staf, met name ook met mij, eigenlijk best wel goed. Ondanks de slechte resultaten is dat prima. Dus dat is belangrijk, ook in deze fase. Ik heb ook eerlijk gezegd, na de laatste 6 weken, jongens,
Waarin iedereen gaat wel zijn minuten krijgen. Uiteraard de jongens die afscheid gaan nemen gaan richting het einde van de competitie meer spelen. We hebben zoals van het weekend het dubbelpaasprogramma ook jongens gespaard en wel laten spelen. Ja, vooral in contact blijven met ze. Openstaan voor samen over dingen te praten. We hebben vanochtend weer met de verdedigers gezeten over het verdedigen tegen Cambuur. Dus we blijven wel onze dingen doen die we eigenlijk altijd doen. Dus dat is belangrijk. Ja, en dan is er geen enkel probleem. Want ja, wat ik al zeg, de band is goed. En ja, als Moreira weggaat, gun ik hem ook een mooie club. Want het is een fantastische gozer om mee te werken. Dus wat dat betreft zit daar geen afgunst of zo. Dus ik hoop allemaal dat ze goed terechtkomen wat dat betreft. Maar stel je nu nog een doel met z'n allen? Plek 9? Of wat zit nou, het is echt week voor week kijken. En gewoon, ik heb het ook nadrukkelijk tegen de club gezegd, tegen de jongens gezegd. Van, je speelt ook voor bepaalde trots voor de club. Hè? De club is echt goed voor ons. Je regelt alles netjes. We krijgen netjes ons geld op tijd. We hebben geen corona toeslag hoeven doen. Ons eten, alles. Dat is allemaal top voor elkaar. Dus daar moet je sowieso voor spelen. De trots voor de club, die goed voor je is. Of je daar nou 1 jaar of 10 jaar hebt gezeten, dat maakt niet uit. Dus dat is belangrijk. Nou, natuurlijk je eigen trots om gewoon zoveel mogelijk punten te pakken. En je laten zien voor andere ploegen, want de meesten willen het door. Dus er valt genoeg te winnen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook moeilijk, omdat de geest een beetje uit fles is. Je doelstelling is niet gehaald. Dus het verslappen kan natuurlijk iets zijn. Dus ja, daar ben ik als staf voor, als hoofdtrainer voor, omdat in ieder geval kort op blijven zitten. Komend seizoen. Ja, dat staat in de stijgers met deze week de eerste aankoop bij Excelsior voor het nieuwe jaar. Redouan, het is begin april en de handtekeningen zijn al gezet. Daar spreekt van beide kanten veel vertrouwen uit, denk ik. Ja, zeker. Ik heb een goed gevoel bij Excelsior en ik ben blij dat ik hier mijn contract kan tekenen. Het speelde al wat langer, dus het komt niet als iets nieuws. In ieder geval voor beide kanten denk ik niet. Alleen goed, ik was heel blij dat er veel belangstelling was en dat dat ook 4 maanden lang doorging. Dan is op een gegeven moment wel het gevoel goed en de keuze snel gemaakt. Ja, en waarom is Excelsior dan voor jou de ideale vervolgstap? Ja, goed, ik denk dat Excelsior wel een grote club is binnen onze competitie en de ambitie heeft om weer omhoog te gaan, dus richting de Eredivisie. Ik ambieer dat ook. Ik wil ook zelf de stap omhoog maken. Dat is een grote club, nogmaals. En met goede spelers ook. En ik denk dat ik daar zeker een toegevoegde waarde in zou kunnen leveren. Ja, want wat voor soort speler ben jij? Ik ben een centrale verdediger. Sterk in de lucht, iemand die wel graag wil voetballen en opbouwen. Goed in indribbelen ook, iets wat ik mijn eigen kwaliteit van heb gemaakt. Ja, gewoon aardig, redelijk snel en vooral hard in de duels. Ik ben iemand die wel winnaarsmentaliteit uitstraalt en niet houdt van verliezen. En die altijd voorop in de strijd gaat. De competitie duurt nog even. Er staat in ieder geval nog 1 pikant duel voor jou op het programma tussen Telstar en Excelsior. Hoe ga jij die wedstrijd beleven? Ja, goed, zoals ik al zeg, ik ben heel blij dat ik de stap heb gemaakt naar Excelsior. Maar in dat opzicht ben ik wel zakelijk. Uiteindelijk ben ik momenteel nog speler van Telstar. Heb ik me daar ook heel goed ontwikkeld onder trainer Andries Jonker. Die van mij zeker een veel betere voetballer heeft gemaakt. Met allemaal leuke en mooie jongens om me heen. Die ook allemaal zeker heel goed kunnen voetballen. Maar goed, ik ben daar heel zakelijk in. Ik ben momenteel nog speler van Telstar. Dus als wij met 5-0 kunnen winnen, winnen wij hier met 5-0. En hopelijk scoor ik dan ook nog die 5e. En als ik dan na de zomervakantie weer terugkom, dan zal ik nog even roepen dat ik die 5e goal heb gemaakt tegen Excelsior. El Yacoubi. Telstar. Ja. Was dat een van de ontbrekende schakels achterin? Als we teruggaan naar het begin van het seizoen, hebben we natuurlijk ook al aangegeven dat we eigenlijk op zoek waren naar een centrale verdediger. Waarin we redelijk selectief zijn geweest. Daar zijn we zeker niet in geslaagd. En in de winter daarvoor waren we al naar Redouan aan het kijken. Interessant spelen. En hebben we toch geprobeerd om te kijken of we hem in de winter al deze kant op konden halen. Dat is niet gelukt, helaas, maar wel altijd contact blijven houden. En ja, gelukkig nu wel toe kunnen slaan. En hij wilde heel graag ook voor Excelsior uitkomen en meegaan in de ambities van de club. Ja, het is een speler die toch wel wat ervaring heeft. Een slimme, intelligente speler met de juiste drijf en mentaliteit, vinden wij.
en die absoluut past in het stukje waar we naartoe willen. Ja, waar, als je kijkt, waar wil je naartoe? Waar let je dan op met de spelers die jullie halen? Bedoel, jullie hebben het overleg met z'n tweeën erover, neem ik aan. Met meerdere mensen. Nou ja, het voetbal is best wel veranderd natuurlijk de laatste paar jaren. Er wordt veel intensiteit en dynamiek gevraagd van spelers. En ze moeten gewoon echt heel veel leveren. Zowel thuiswedstrijden als door de week. Dus die... Is de Berghuis-discussie toch? Ga je mee verdedigen of niet? Ja, precies. Ja. Dat is het. En dat zie je natuurlijk bijna op elk niveau. Ook de topspits. Kijk maar bij Liverpool. Ja, die verdedigen net zo hard mee terug. Dus daar moet je gewoon heel veel in leveren. Dus dat, die tijd is de laatste 3-4 jaar heel erg veranderd. Dus daar kijk je naar. Die jongens die bereidheid hebben. Nou, we zijn wel een stukje op zoek naar een beetje karakter en leiding ook. Wat ik net al zei. Nou, ik vind dat Redouan ook een stukje leiding geeft. Die heeft ook een eigen stichting. Dus ook een slimme jongen waar die leiding heeft. Dus dat zie ik ook terug bij hem in het veld. Dus ja, dat vind ik wel belangrijke aspecten, die twee. Ja, want op hoeveel posities moet je gaan versterken? Nou, op veel uiteraard. Kijk, er blijft niet heel veel over, maar aan de andere kant ook wel weer genoeg. Ik denk dat de focus met name op het middenveld zal liggen, hoe we er nu naar kijken. En we hebben voorin met Elias en Joël allebei een doorlopend contract. Maar goed, zakelijk gezien moeten we daar wel rekening mee houden dat dat misschien ook gaat veranderen. Dus die focus zal met name daar liggen. Maar goed, achterin moeten we goed kijken. Je kan het op een bepaalde manier in gaan vullen. Nou, we hebben ook aangegeven dat we met Alessandro niet verder gaan. Dus we zullen ook naar de positie onder de lat gaan kijken. En hopen ook op korte termijn in te vullen. Dus we hebben genoeg huis. Morgen, want dit wordt morgen uitgezonden, hè? Dus je kan het ook vandaag gewoon nog wat vertellen, hè? Nee, dat is vandaag nog niet zover. Oké. Nee, dat is vandaag nog niet zover. Nee, maar er zijn genoeg posities. Een aantal posities zijn wel goed al ingevuld. Waar we denk ik ook tevreden over kunnen zijn. Maar met name voorin en op het middenveld, ja, daar moeten we wel wat dingen toe gaan voegen. Ik kan me herinneren, Marinus, toen ik hier bij deze club voor de eerste keer binnenstapte, zo'n beetje was Leon Flemmings de trainer geweest. Dat was het jaar dat jij ook uiteindelijk de hoofdtrainer werd. En Jondal Thomasson begon na... En jij zucht gelijk bij het horen van de naam Leon Flemmings. Helemaal niet. Nee. Maar dat was een dramatisch seizoen geweest. En toen was Jondal Thomasson. En die begon met achterin de boel helemaal dicht te zetten en op te bouwen. En daarvanuit een soort zekerheid te gaan werken. Is dat iets wat je volgend jaar ook van plan bent? Of wil je gelijk vlammen en aanvallend voetbal gaan spelen? Nou, het zijn wel... Dit is natuurlijk wel dit jaar een terugkerend probleem. Dat we zoveel goals tegen krijgen. Waardoor we de stabiliteit ook niet hebben. Ik zag top 5 met meest gemaakte doelpunten in de keukenkampioendivisie. Ja, dus dat is het probleem niet zo. Het is meer inderdaad het verdedigen. Nou ja, we zijn ook niet voor niks bezig daar om de eerste versterking achterin op de goal te halen. Dus het is wel een gegeven dat we daar eerst goed voor elkaar moeten hebben. En wat ik net al zei, het verdedigen is ook met 11 man tegenwoordig en niet met 9 man. Dus daar horen ook spitsen bij, zeg maar. Dus het is niet zo dat het, als je goede jongens achterin zet, dat het dan opgelost is. Het is echt een teamding. Maar het is wel natuurlijk de aandacht waar het eerst naar uitgaat. Ja. Terwijl we ook wel willen voetballen, en met name ook van achteruit. Redouan kan ook goed indribbelen op het middenveld. Het is wel de stijl die we willen voetballen. En dat is denk ik nu gelukkig, ondanks de maatresultaat wat Ferry al zei. We spelen wel redelijk herkenbaar verzorgd voetbal. Ook Cambuur uit, dan spelen we echt wel een uur dat we denken van nou. Alleen het frustrerende is dat je dan... Dat uiteraard zo dik eraf gaat, maar het niet kan omzetten in resultaten. Niet over 90 minuten. Dus wat dat betreft is er genoeg te doen, ja. Ja, maar dat betekent dus weer opnieuw gaan opbouwen en kijken hoe ver je komt in die voorbereiding met je team. Ja, duidelijk. En ik verwacht ook niet dat we als start op 28 juni dat de selectie gelijk rond is. Dat hebben we naar elkaar uitgesproken. Omdat het natuurlijk een bijzondere situatie is. Ik denk dat er veel spelers op de markt komen. Natuurlijk proberen we nu het al te versterken, maar je moet denk ik ook wachten met een bepaald budget om misschien de spelers die nu nog niet voor je willen kiezen, straks wel. Dus daar moet je ook geduld mee hebben. Ja, en je weet allemaal hoe moeilijk het is om spelers te halen. Dat is bij elke club, dat hebben we dit jaar ook gezien. We hebben een aantal spelers gehaald. Nou, een aantal functioneren hartstikke goed, een aantal minder. Past misschien net niet in het plaatje, dus daar moet je wel heel kritisch naar kijken. En dat doen we nu, vind ik, vrij aardig. Dus ons goed laten informeren, ook aan mensen in hun omgeving van spelers. Omdat je niet weer hetzelfde wil krijgen als wat er nu gebeurd is. Dus je kan ook zeggen, Ferry, we gaan gewoon 3 jaar bouwen. We gaan gewoon, we gaan jonge gasten neerzetten. En we verwachten voor ons niet in de play-offs volgend jaar. Maar verwachten in ieder geval dat we leuk voetbal spelen en we zien het van daaruit verder. Nou, bouwen gaan we zeker. Alleen dat hoeft niet altijd per definitie met de jonge jongens te zijn. Kijk, als je Thomas dit seizoen weer analyseert, mist het een klein beetje aan stabiliteit. En nou, die probeer je wel toe te voegen. Ik denk, zeker met de groep die blijft, daar zit enorm veel talent nog steeds in. En de kunst moet zijn om daar op de juiste momenten en juiste posities dingen toe te gaan voegen.
Het eerste jaar na degradatie hebben we absoluut uitgesproken, we willen promoveren. Punt. Nou, ik vond na 5 jaar Eredivisie, vond ik dat ook een verplichting. Nou, dat is ook niet geworden wat we ervan verwacht hadden. Dit jaar hebben we wel gezegd play-off spelen. Dus de doelstelling iets bijgaat. Ik vind wel dat met de ambities die wij uit willen stralen en uitspreken, ja, moet play-offs bereiken altijd wel het doel zijn. En daarin kan je ook gewoon bouwen. En dan zal het misschien vanaf wedstrijd 1 niet dusdanig zijn, maar je moet wel dat perspectief zien. Dus ja, je kan je doelstellingen wat bijstellen en zeker aangeven dat we opnieuw gaan beginnen en bouwen, maar nog wel met de doelstelling om de play-offs te bereiken. Dan de hamvraag, hoe verkopen jullie Excelsior? Want toen je Eredivisie speelde, zocht je een spits en ik geloof dat het de 12 uiteindelijk waren die je gebeld hebt en niemand kwam uiteindelijk. En als je nu dit jaar natuurlijk niet in de play-offs haalt, dan glij je af in het rijtje en dan heb je grote concurrentie van andere ploegen. Dat zou kunnen, alleen in de gesprekken die wij nu al voeren met een groot aantal spelers, merk je dat de club en de naam Excelsior nog steeds heel goed aangeschreven staat. Hè? Men ziet toch welke spelers zich weer weten te ontwikkelen. Maar komen ze daardoor ook? Want dat is een beetje de vraag. Nou ja, absoluut. Goed plan moet hebben. Kijk, ik zie Mats hier staan. We hebben vorig jaar als onbekende, die heeft voor het verhaal gekozen, terwijl hij voor 2-3 andere clubs. En dat hetzelfde hebben we nu met een jonge talentvolle speler gepraat. En nou heb je ook een concreet plan. Inclusief beelden, laat je zien wat hij goed is, waar hij minder goed is, waar we willen ontwikkelen. Dus als je dat, daar is wel steeds meer behoefte aan, merk ik, aan spelers. Individuele trajecten wegzetten en te laten ontwikkelen. Een aantal spelers zijn daar heel bewust op zoek naar. Die gaan dan zelf op zoek naar krachttraining, naar mental coaches, naar fysio's. Nou, fysio's is wel van alle dag natuurlijk. Maar je ziet met name dat jongens echt behoefte hebben, een aantal, om goede dingen aangereikt krijgen. En ik vind dat we daar volgend seizoen als staf daar een stuk beter moeten doen om dat goed aan te bieden. En ik denk als je dat verhaal combineert, want ik zou nog steeds aantrekkelijk is voor spelers zoals Mats Wief en dat soort jongens, om hier te ontwikkelen en daar vandaan een stap door te maken. Dus een persoonlijk ontwikkelingsplan aan de ene kant en aan de andere kant binnen je staf dus ook die mogelijkheden hebben dat ze het niet allemaal zelf hoeven te zoeken op een andere plek, bij wijze van spreken. Ja, dus wat dat betreft willen we volgend seizoen wat langere dagen maken met de boys. Wist Mats Wiever dat ook, want die hoort het nu? Meer te bieden. Nou, Mats is wel een liefhebber. Dus, die spreken we zo meteen. En Mats is natuurlijk een mooi voorbeeld voor Jong Twente op maandagavond. Ja, en ik zei van de week al, nu ben je een van de eerste die hier bij mij in de basis staat. Dus dat geeft voor hem volgend seizoen een andere verantwoording. En daar zal hij in hiërarchie anders zijn. En dan moet hij ook een stukje leiding gaan pakken, ondanks dat hij nog niet zo oud is. Maar ja, dat zijn wel mooie ontwikkelingen, ja. Dus wat dat betreft, het verhaal van Excelsior is wel goed naar de buitenwereld toe. Nee, maar dat is altijd geweest. En er zijn genoeg spelers die bewust voor ons gekozen hebben. Zowel in de keukenkampioendivisie als ook in de eredivisie. Het beeld is gewoon dat het een goede club is waar iedereen zich kan ontwikkelen. En die altijd de ambitie heeft om bovenin te spelen. Nou goed, die hebben we. Dit jaar is dat verre van. En dat is nogmaals meer dan teleurstellend. Maar dat betekent niet dat we er niet naar terug kunnen keren. Wanneer hoop je verder uit te kunnen breiden, met name voor komend seizoen? Een aantal zal misschien op redelijk korte termijn al kunnen. Maar ook een deel te wat Marinus net aangeeft. Ja, we zullen voor sommige plekken ook echt geduld gaan bewaren. En moeten bewaren om daarin wel raak te kunnen schieten, letterlijk en figuurlijk gezien. En hoeveel is afhankelijk van de financiële situatie volgens jou? Ja, nee, natuurlijk veel. Kijk, je gaat uit van een bepaalde basis. Hè. Daar zijn we ook met een aantal mensen in gesprek om daarin ons een beetje backup te gaan geven. Dat we die basis kunnen gaan bereiken. Dat je een investeerder hebt aan de achterkant die je helpt. En dat je van daaruit weer verder kan gaan om even weer clichématig de krentjes in de pap te gaan vinden. Dus dat is wel een beetje veranderd ook in de eerste divisie. Zoals Emmen en Fortuna zijn natuurlijk, misschien had Emmen nu weer een eredivisie clubs geworden als het ware. Ja. Is natuurlijk de eerste divisie wel pittig geworden met veel clubs die een behoorlijk budget hebben, zeg maar. Dus om je te onderscheiden is best wel lastig. Dus ik denk dat dit een mooie stap is, die richting om op die manier te onderscheiden. Ja, want je hebt in die keukenkampioendivisie natuurlijk ploegen waar budget zit, waar een geldschieter achter zit die helpt. En je hebt ploegen waar helemaal geen euro meer achter zit, tenzij Wesley Sneijder erin stapt. Maar dan heb je dus, daar zit natuurlijk wel een beetje het spanningsveld. Maar goed, daarvoor zie je wel van dat soort clubs waar je misschien aan de voorkant wat denigerend over kan denken. Als je ziet hoeveel bereidheid daar die groep en die spelersgroep aan de dag legt. Je wint geen wedstrijd makkelijk, uitzondering daar gelaten. Dus je ziet hoeveel arbeid erin stoppen en willen en kunnen stoppen dat met zich meebrengt. Nou, nogmaals, dat moeten wij, en dan kan je uiteraard vragen, ja, waarom doe je dat nu niet? Dat snap ik, maar als wij dat gaan doen in combinatie met de kwaliteit die we al hebben en die we toe willen gaan voegen, ja, dan
zie ik de toekomst zeker weer rooskleurig tegemoet. Zijn dit van die leercurves die je elke keer hebt? Nou, kijk, het is een curve die als je de geschiedenis terughaalt, eigenlijk vanzelfsprekend zijn. Wij moeten zorgen dat ze niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Maar als je de historie in ieder geval van Excelsior ziet, ja, dan zie je dat dat natuurlijk vaker gebeurt. We hebben een hele positieve uitschieter, 5 jaar achter elkaar Eredivisie gehad. Budgetair gezien is dat niet realistisch. Is dat niet logisch? Is dat verre van logisch. Maar we hebben op sportieve gronden wel bewezen dat het kan. Nou goed, dat moet onze focus zijn. En daar moeten we ons ook weer aan vast gaan houden. En als we dat weer bereikt hebben, zullen we moeten zorgen dat die budgetten steeds groter worden. Dat je dadelijk wel ook op dat gebied structureel kan gaan praten. Ja, dat nogmaals, ook dat moet een doelstelling zijn. Ik zag trouwens wel een slagboom bij het parkeerterrein, maar ik zie nog geen torens hierboven. Nee. Dat is een kwestie van tijd. Ja? Nee, dat gaat gelukkig hartstikke goed. Die ontwikkeling gaat door. Loopt aardig. Met leuke partijen zijn we daarmee in gesprek. De gemeente is echt een hele enthousiaste partner daarin. Dus wij hopen wel komend seizoen dat daar veel meer duidelijkheid gaat zijn. En of het plan gaat slagen, ja of nee. En zoals het er nu uitziet, hebben we daar heel veel vertrouwen in. Goed, we gaan het afwachten. Ferry, dank. Marinus, dank. Wij gaan nog even terugblikken op de afgelopen maand met het doelpunt van de maand. Hoort Marco Gentile, assistent-trainer van Excelsior, die aan het coachen is. Baas, schot is werkelijk schitterend. Wat een streep van Julian Baas. Het werd slechts 1-0. Nu leidt het diep in de tweede helft met 2-0. Is de wedstrijd dan beslist? Nee, want Kersten heeft hier een heerlijk paasje op Julia Ibes. En Ibes scoort dan de 2-1. En zo is de spanning weer terug op Woudestein. Goeie treffer van Excelsior. Nee, Mendes Moreira, andere kant is Schwartz, ook Niemeyer mee. Hij schiet er maar zelf in. Weer een streep van afstand. Misschien niet zo fraai als die van Baas, maar ook deze mag er zijn. Komt er nog één curieuze kans. Een scheidsrechtersbal die Peck wil hebben, maar die Excelsior neemt. En die via een hele gekke stuit achter Montpondus verdwijnt. Het is toch niet te geloven? Duns. Schot is gevaarlijk, is prachtig zeg. En zo heeft Excelsior geen kans nodig om toch op gelijke hoogte te komen. En wat een heerlijke treffer van Julian Baas. Nee, ik kan stemmen op het doelpunt van de maand. Wij gaan praten met de cover boy en girl van het nieuwe Excelsior magazine. Dat was toch een mooie ervaring, toch of niet? Hoe lang duurde het, Anna? Ik heb heel lang in die houding moeten zitten. Dus, je was gelijk geblesseerd die avond, toch? Nee. Een beetje stijve knie, maar dat is helemaal goed gekomen. En Mats, je hebt gehoord hè, van de trainer. Volgend jaar meer verantwoording. Ja, op zich. Ja, daar ben ik op zich ook wel aan toe. Ik vind ook wel dat ik zelf meer verantwoording moet nemen. Dus ja, dat is allemaal geen probleem. Ja. Jullie zijn allebei overgekomen van Twente naar Excelsior in het eerste jaar. Wat had je van het eerste jaar verwacht eigenlijk? Met welke verwachting kwam je hier, Anna? Heel veel nieuwe dingen. Heel veel nieuwe dingen leren, nieuwe mensen kennen. Andere soort speelstijl. Iets dat heel anders van mij verwacht wordt. En vooral een hele mooie ervaring. Dat is wel uiteindelijk uitgekomen. Ja, dat is uitgekomen. En Mats, bij jou? Ja, eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Voor het eerst op mezelf wonen. Niet dat dat echt een probleem was, had ik gedacht van tevoren. Dus dat was het uiteindelijk ook niet. Maar ja, en qua voetbal dan proberen zoveel mogelijk te spelen, was voor mij het grootste doel. En dan zie je wel hoe het is. Dus dat is in dit seizoen op zich wel gewoon gelukt. Ja, je hebt jezelf onderscheiden toch ook dit seizoen geregeld? Mm-hmm, jawel, jawel. Wat doet het met je als je veel wedstrijden in speelt in opzicht van waar je vandaan kwam? Je voelt je er beter door, je gaat ook beter spelen, want vorig jaar heb ik bijna geen wedstrijden gespeeld. Je had maar 1 keer in de 2-3 weken een wedstrijd. En nu is het elke week, dus ja, soms ben je wel wat vermoeider en zo, dus daar moet je wel soms rekening mee houden. Maar verder, ja, je voelt je er wel lekkerder door. Ja. Wat heb je geleerd van dit jaar? Heel veel van mezelf ook. Uit huis, dat soort dingen, dan leer je dat heel veel. Ja, ben je tegen een muur aangelopen een paar keer? Ja, maar dat hoort er ook bij, vind ik. Vooral op de leeftijd welke wij zijn. Dus heel veel dingen, nieuwe dingen geleerd. Heel veel over mezelf. Ook op voetbalgebied wel ontwikkeld. Dus mooie stappen gezet. Ja. Welke stap kan je dan zetten richting het nieuwe seizoen? Ja, jullie hebben nog een soort van play-offs onderin natuurlijk. Ja, we hè? Krijgen nog een play-offs. Dus we spelen nog 6 wedstrijden. Daar doen we alles aan om uiteindelijk zo hoog mogelijk nog te eindigen. En dus je hebt een beetje het Belgische principe, hè? Je hebt de scheidende kampioenspool en een pool eronder. Je hebt dan 8 teams en dan de bovenste 4 spelen nog een onderlinge competitie en de onderste 4. Ja. Dus een A en een B pool, dat is nu. Jullie zitten met PEC, Heerenveen en Alkmaar zitten jullie. Ja, die 3. Ja.
En dan is de doelstelling, wat leg je dan als doelstelling neer? Want jullie zijn natuurlijk... We willen sowieso niet laatste eindigen. Dat is echt wel ons doel. En ik vind ook dat we verplicht zijn om een aantal keer te winnen in deze B-pool. Dus uiteindelijk moeten we gewoon zoveel mogelijk punten pakken en onszelf goed op de kaart zetten. Ja. Wat heb jij geleerd dit jaar? Ja, vooral ja, wat ik net ook al zei, een beetje op mezelf wonen, zelf koken, dat soort dingen vooral. En qua voetbal, ja, voetbal. Ja, vooral nu je veel speelt. Je speelt ook ergens voor. Afgelopen jaren speel je natuurlijk een beetje, ja, als je verliest in de jong competitie, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En nu speel je wel echt om de winst. En ja, niet dat het dit seizoen is, valt natuurlijk allemaal wel heel erg tegen hoe het, qua resultaten. Maar ik denk dat ik daar ook wel met teleurstellingen omga, dat soort dingen. En daar heb ik denk ik wel veel in geleerd. Je positie is natuurlijk een beetje veranderd van middenveld naar achterin. Ja, je kan twee posities uit de voeten natuurlijk. Ja. Dat is je voor- en je nadeel gelijk. Ja, ik kan een beetje eigenlijk overal spelen. Ja. Dat is ook zo. Hoe ben je als spits eigenlijk? Ja, ik heb ook vroeger heel lang in de spits gestaan. Dus ik kan op zich ook wel eventueel spits, maar liever niet, liever niet. Maar waar voel je nu prettig in het elftal? Ja, op zich deze positie is wel, aan de bal is het heel lekker. Dat je bij is van de tussenin kan staan, kun je een beetje het voetbal proberen te verzorgen en zo. Maar verdedigend, ik sta al met al sta ik denk wel het liefst op het middenveld. Verdedigend kan ik nog wel veel stappen maken, vind ik zelf. Hoe je moet staan en duels en fysiek sterker worden. Dus, maar het liefst, als ik kan kiezen, zeg ik toch wel het middenveld. Maar dan weet je dat je nog meer moet rennen, hè, volgend jaar. Ja, ja, nou, dat vind ik ook niet echt een heel erg probleem. Nee? Ik heb wel longen als een paard, eigenlijk. Nou ja, en die rusjes van achteruit, hè, zoals dit jaar al. Ja, dat is wel lekker. Dat kan wel lekker. Als je achterin staat, heb je meestal die spits die achter je aan moet. En die denkt soms van, laat het lekker lopen. Die heeft er even geen zin in. Dus ja, dat is wel top soms. Anna zegt net, we hebben het doel om niet laatste te worden en we willen een paar wedstrijden winnen. Hoe gaan jullie die laatste weken van het seizoen in? Spreken jullie met elkaar over? Ja, nou, ik denk niet dat dat voor ons... wij hebben natuurlijk geen doel echt meer om te halen. De kans is heel moeilijk. Ja, play-offs zitten eigenlijk niet meer in. Dus ja, maar ik zou eigenlijk... Je hebt eigenlijk voor mijn gevoel heb ik eigenlijk ook niet echt een doel nodig om naartoe te werken. Je moet gewoon elke wedstrijd moet je gewoon eigenlijk alles geven en winnen. Dus... Voor mij heb ik niet echt een doel nodig om naartoe te werken. Dus voor mij moeten we gewoon elke wedstrijd winnen. Maar ja, dat heb jij niet nodig. Maar, ja, misschien anderen wel, maar nu praat ik eigenlijk voor mezelf. Ik neem aan dat iedereen dit heeft. Niemand wil verliezen. Dus ik zit daar, als ik verlies, dan zit ik daar wel mee. Dus ik denk dat anderen dat ook wel hebben. Ja, want uiteindelijk is dat toch een beetje lastig. Toch nu het seizoen uitmaken met alles wat er gebeurt. Contracten die aflopen. Hoe gaat zoiets in de kleedkamer? Ja, joh, natuurlijk. Ja, iedereen doet zijn best natuurlijk. Sommigen moeten contract nog verdienen bij andere clubs. Dus die hebben eigenlijk ook nog wel ergens eigenlijk dingen om voor te spelen natuurlijk. Ja, en die andere jongens die hier blijven, die moeten natuurlijk eigenlijk gewoon voor de club en zo gewoon de wedstrijden zorgen te winnen. Dus eigenlijk, ja, er wordt niet echt heel veel over gesproken in dat opzicht. Is het bij jullie gesprek van de dag of niet? Contracten nou, volgend jaar? Ze zijn een beetje bezig met gesprekken voeren, maar heel ver zijn ze daar nog niet in. Dus we weten eigenlijk nog niet heel veel meiden waar ze aan toe zijn. Waarschijnlijk zullen er vast wel mensen rondkijken, maar ik weet niet op dit moment waar iedereen aan toe is. Er komt natuurlijk nog een club bij, hè? Ja. Even een beetje aan de overkant van de Maas. Ja, ja, ik kom hier niet vandaan, maar ik ken de club inderdaad. Nee, precies, ja. Hoe kijk je daarnaar? Is dat goed voor de Eredivisie? Ik denk dat het heel goed is voor de Eredivisie en sowieso hoe meer teams meedoen, hoe beter. Alleen je kunt natuurlijk niet zomaar teams gaan toevoegen, want de kwaliteit moet er wel zijn. En ik denk dat Feyenoord heel slim is geweest om van onderaf te beginnen. Maar ik vind het wel Feyenoord verplicht om inderdaad een keer toe te treden tot de Eredivisie. En dat is mooi dat volgend jaar gaat gebeuren. Welke ploegen zouden er nog bij mogen van jou? Welke clubs zouden zeker nog een team moeten afvaardigen in die dames Eredivisie? Ja, ik denk gewoon de middenmoot van de Eredivisie. Bijvoorbeeld een Utrecht, een Vitesse. Ja, waarom zou dat niet kunnen? Denk ik bij mezelf. Maar hoe meer clubs er mee gaan doen van de Eredivisie mannen, alleen maar beter. Kan alleen maar beter zijn. Want wat doet dat met het niveau? Dat soort ploegen erbij komen? Nou, dat ligt er dus aan met wat voor een team je gaat komen. Ga je met jonge meiden komen? Kom je met oud-internationals? Dat is alweer een ander verhaal. Die gaat ook een beetje aan budget, hè? Bij Feyenoord is budget extern geregeld. Ik heb geen idee hoe dat daar geregeld is. Maar in ieder geval, ik denk wel dat de kwaliteit voor moet staan boven kwantiteit. Dan heb ik liever een team minder dan twee teams meer met dat je 7 of 8-0... verliest, of wint bedoel ik. Dus ik denk dat kwaliteit voorop gaat voor kwantiteit. De 7-0 winnen is niet leuk, toch? Ik vind het wel leuk. Oh, wel? Oh, ja, toch wel. Ja, ja, zeker leuk. Maar voor het algemene niveau van de Eredivisie moet je dat niet te veel hebben, vind ik. Wat dat betreft hebben jullie in die keukenkampioendivisie wel echt een enorm sterke competitie natuurlijk, met die 8, 9 ploegen die allemaal...
ja, vanaf voor het seizoen waren er eigenlijk al een stuk of zes teams, denk ik, die voor promotie meedoen. En het zit eigenlijk nog steeds wel aardig dicht bij elkaar. Dus ja, het is op zich wel sterk bezet, ja. Even een prettige vraag voor jou, maar ben je volgend jaar nog wel speler eigenlijk? Het is leuk dat de trainer zegt dat je volgend jaar in zijn basis zelf staat, maar... Ja, zeker. Ja, staat mij ligt sowieso wel. Maar de manier waarop je speelt wordt natuurlijk ook gezien in de Eredivisie. Ja, dan toch vind ik nog wel dat er heel veel dingen beter kunnen. En ik, eigenlijk zoals volgend jaar, wil ik toch wel eigenlijk nog veel wedstrijden spelen. Dus ik acht de kans wel groot, heel groot dat ik hier nog ben. Ja. Dus liever een jaar nog voetballen op dit niveau en leren? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik gewoon veel minuten moet maken. Ik heb afgelopen 2 jaar bijna niet gespeeld, dus ik vind wel dat ik eigenlijk nog veel wedstrijden moet spelen. En niet te snel naar een andere club waar je misschien op de bank zit. Nee, want nu, op zich, ik zit hier heel goed op mijn plek en ik alles daar weet nu. En alleen met corona kun je natuurlijk nog niet zo heel veel doen. Dus ja, ik denk dat ik hier nog wel zit, ja. Mooi, heel goed. Ik wens je heel veel succes. Jij nog met de laatste weken met die pool, de tweede pool, hè, de lower part noemen ze het, geloof ik. Ja. Jij nog succes met de laatste competitiewedstrijden. Ja. Allebei tot volgend seizoen dan maar, zou ik zeggen. Ja. Dank ook voor het kijken. Wij zijn er over een maand weer met een nieuwe Studio Brabant.